Bij veilig leren lezen Kim-versie hoort gevarieerde leerlingssoftware. Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen aan bod komen: technisch lezen, spellen en begrijpend lezen, woordenschat en leesbevordering. U bepaalt zelf welke leerling u met welk onderdeel laat oefenen. Moet een leerling bijvoorbeeld werken aan lezen en spellen? Dan zet u dat onderdeel van het programma open. Een unieke, adaptieve toepassing in het programma houdt de leesontwikkeling van elke leerling bij. De adaptiviteit zit in het aanbieden van woorden met vooral letters die de leerling nog niet goed kent. Alle leerlingen oefenen standaard met de letters die zijn aangeboden in de methode. Als die verplichte basisoefeningen zijn afgerond, kunnen ze keuzeoefeningen maken. Daarin krijgen de leerlingen ook letters aangeboden die ze zelf nog extra kennen en oefeningen met uitdagendere woordtypen, zoals woorden met medeklinkerclusters. In de leerlijn woordenschat oefent de leerling met woorden die passen in de context van de kern. Het programma vraagt de leerling eerst aan te geven welke woorden hij al kent. Vervolgens biedt het programma vooral oefeningen met de woorden die de leerling niet of niet voldoende kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, dan worden ook deze woorden geoefend. De leerlijn Leesbevordering heeft tot doel kinderen tot lezen te stimuleren. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenoten en leerkrachten vormt een grote stimulans tot meer lezen en blijven lezen. In de leerlingssoftware kunnen uw leerlingen op eenvoudige en veilige wijze elkaar leestips sturen vragen over boeken beantwoorden en kunt u gelezen boeken bespreekbaar maken. Leerlingen kunnen ook thuis met de leerlingssoftware oefenen. Als school neemt u een softwarelicentie af voor school of voor school en thuis. Als leerkracht voert u de regie over het thuis oefenen. Er zitten geen toetsen in en de leerlingen kunnen ook niet vooruit werken. Met de leerlingssoftware voor thuis stimuleert u uiteraard ook weer de ouderbetrokkenheid.